vragen? Natuurlijk. Waar gaat u naartoe? Ik ga naar Ommoord lopen. Lopen? Ja. Mag ik een stukje met u meelopen? Natuurlijk. Ja? Gaat de gang. En waarom loopt u helemaal naar Ommoord? Nou, ik had vanmiddag oppassen op mijn kleinkinderen. En ik ben aan het oefenen voor een tocht. Die gaan wij aanvangen 4 april aanstaande. Even wachten, u gaat oefenen voor een tocht? Ja, een lange afstandswandeling. Ja. En waarom moet u daarvoor oefenen dan? Nou, voor het gewicht op je rug, voor de kilometers te maken. Ja. En want het is een tocht van 3,5 maand. Dus dat vergt wat voorbereiding. Zo. En die doet u in uw uppie? Nee, samen met mijn vrouw. Van waar naar waar? Vanaf thuis, zeg maar, naar Compostela. Santiago de Compostela. Oh, dat is een bekende tocht. Dat is een bekende tocht. Dat doen meer mensen tegenwoordig. Dus. Ja. En wij vinden dat we dat ook moeten doen. Nou ja, we zijn er klaar voor. We hebben natuurlijk ik werk nu al meer dan 45 jaar. Hè? Ja. En nu is het tijd, zeg maar, om misschien wel een herbezinning te gaan doen. Ja. Nou, ik denk dat een wandeltocht daar een goed moment voor is. Om alles op een rijtje te zetten? Nou, niet zozeer op een rijtje. Ik denk dat we alles wel op een rijtje hebben. Ja. Maar gewoon, Dus op een andere manier tegen het leven aangekijken misschien. Je komt toch alles, je loopt minstens 100 dagen. Ja. Dus 25 kilometer per dag. Hoeveel? 25 is de bedoeling. Nou, dat betekent dat je van onderweg alles tegenkomt. Leuke dingen en minder leuke dingen. En nou, dat ziet het maar als een soort scholingsweg, hè. Ja, en wat wilt u daarvan leren dan? Wat denkt u ervan te kunnen leren? Nog meer geduld te hebben. Ja. Meer verbonden worden met de natuur. We zijn 14 jaar getrouwd en dan gaan we nu samen met elkaar een tocht maken. Ja. En wie weet leer je elkaar nog beter kennen. Dus je gaat eigenlijk terug naar de primaire levensbehoeften. Hè? Van wandelen, slapen, eten. En dan even uitvinden hoe u daaronder bent met z'n tweeën. Dat vind je dan uit onderweg met elkaar. Ja, dat is natuurlijk anders dan dagelijks naar je werk te gaan. Ja. En gewoon je eigen ding te doen. Dus we hebben nu 3,5 kilometer gelopen. Ja. En we lopen nu 5,3 kilometer per uur. En ik ben nu zo'n 40 minuten onderweg. 41 minuten. Ja. En dat gaat u straks ook helemaal onderhouden? Nee, dat horloge laat ik thuis. Oh. Ik neem alleen maar mijn buurtje mee. En hoe ziet nou het leven na de wandeling eruit, denkt u? Nou, ik heb wel van mensen gehoord die wandeling hebben gemaakt. Dat je eigenlijk tot de conclusie komt dat je met alles minder kan doen. Aha. Je gaat terug natuurlijk naar, in zekere zin naar de natuur, naar het basale leven, zeg maar. En dat je dan daar, dat je zegt van ja, het kan veel minder. Ik bedoel, we hebben zoveel luxe om ons heen. En dat je kan zeggen, we gaan een stapje terug doen. Heeft u daarover nagedacht? Wat voor stap? Nee, daar ga ik nog niet over nadenken. Dat komt later. Dan wens ik u heel veel plezier en tijd om na te denken. Oké, dankjewel. En een goede reis. Tot ziens. Dag. Ja.